Er is, zit nogal een groot snelheidsverschil tussen deze kano en de opblaaskano. Dus daarom hebben we nu met een touw de twee aan elkaar vastgemaakt. Kijk, dit is wel even bukken. Hallo trouwens, bij de laatste aflevering. Nou, doorpeddelen tot de volgende brug. En dan ga ik bovenop het viaduct staan. Ja. Kijken of er een trein aankomt. Want je moet er... En dat is een beetje minder prettig als er een trein aankomt. Oké, ik ben heel benieuwd. Oh, lekker doorgaan. Oh, ja. Dat dendert natuurlijk als een gek. Ja, oké, tot dan. Meneer Den Hertog die blijft ons op afstand vanaf de weg supporten en instrueren. Ik hoef bijna niks meer te doen. Alleen maar kanoën. Alleen maar kanoën. Zo, we zijn nu niet ver van de A325 is het, dacht ik. De snelweg na Elst. En het gaat zeer voorspoedig. En dat komt ook omdat ik hier steun heb aan iemand in een opblaaskano. Maaike van de trekkervideo. Dus dat mag jij doen, Chris. Als je het anders... Een trekker buiten zetten? Ja. Even terugsturen. Terugsturen. Ja. En... De meneer Den Hertog die fietst steeds over de weg met ons mee. En die gaat ons straks helpen bij de oversteek van de A325, want daar kun je niet onderdoor. En dan is het alweer bijna etenstijd. Het is nu al etenstijd, maar we gaan eerst even tot daar. Dus, oh ja, ik zal nog even wat vogelnamen noemen. Een stern of een visdief hebben we net gezien. We denken een visdief. En een jonge eend. En een jonge eend achter me, ja. Maar goed, één daar hadden we volgens mij al wel een paar van gezien. Nee, dat is een vis. Dat is een vis niet. Oh. Hij dan weet ik niet of dat van net zo kan. Ik voel me helemaal thuis hier. Dit is net Massenbroek. Kijk wat hier ligt. Maar ik ben zelf. We gaan nu de A325 overlopen en de meneer Den Hertog die heeft de opblaaskano op zijn fiets gedaan en de kano, de groene kano, die tillen wij samen. Het alternatief vervoer even. Ik denk niet dat je dit wil zien, wat hier voor zweet. Klet, deurnat. Oh, god nee. Maar het is wel heel warm. Leg hem maar naast die andere neer. Yes. Zo, dat was de A325. Super. Oh, oh. Ja, ja. Kijk. Het is inmiddels 2:15 geweest en we zijn nog steeds op de plek waar ik geluncht heb, hier zo. En verderop staat het bezoek van vanmiddag en dat is de directeur van de RD Media Groep, Cornel Heutink. Hij gaat mee kanoën tot het eind, heeft hij beloofd. En dat duurt echt wel even, want meneer Den Hertog is er ook nog steeds bij.
En die zegt dat er nog 9 stuwen zitten, of in ieder geval plekken waar je eruit moet. Dus dat is best heel veel. En dat gaat veel tijd kosten, maar goed. We hebben gezegd, als we voor middernacht thuis zijn, dan is het goed. Dus, wij gaan instappen. En dit duurde zo lang omdat er net een onweersbui over is gekomen. Maar als het goed is, blijft het de rest van de dag droog. Dus wij hebben gewoon even gescheld. Zodat we niet de hele tijd kleddernat in die boot zitten. Even over de rand heen. Touwtje binnenboord. En je neemt ze wel weer mee, die schoenen? Ja. Je neemt je fiets mee. Ik was altijd blij deze week met tegenwind, want dan heb je nog een briesje langs je hoofd. Je hebt wel fantastisch weer erbij gehad, hè? Ja, ja. We gaan nog geen 5 km per uur zo. Nee. Ik noem een spierbal, joh. Dit scheelt wel, hè? Scheelt wel, ja. Maar dat is nooit te komen. Er is, zit nogal een groot snelheidsverschil tussen deze kano en de opblaaskano. Dus daarom hebben we nu met een touw de twee aan elkaar vastgemaakt. En ik zorg voor een soort roeiondersteuning. En dat maakt dat ik de laatste restjes energie van deze week... Oh, kijk nou. Dat geluid, hè? Ja. Wij zijn bij een brug, waar we trouwens prima onderdoor kunnen. Maar misschien gaan we toch even aan land, want het is iets onhaalbaarder dan we dachten zo. Met een opblaaskano eraan vast. Nee, hier kun je niet makkelijk aan land, hè? 150 meter door. Oh. Oké. Ja. Hier is een heel plas water hier. Oh ja. Ja, hier zou je er wel aan kunnen, maar. Nee, maar we gaan even door. Kantoor is toch iets minder energieslurpend. Maar kijk, die bodem is echt niet oké. De situatie is zo, de bodem van die kano is gewoon zacht. Hopelijk niet lek, maar dat weet je nooit. Maar om destijds willen gaat Cornel nu naar zijn auto lopen en dan rijdt hij naar het kasteel Doornenburg. Goed, succes Cornel, tot zo! Oh ja, dit soort situaties heb ik al veel meegemaakt. Hier ging ik ook altijd gewoon klimmen. Overheen klimmen. Je kunt hierop staan. Ja. Kijk. Ik heb er hier al meer van. Kijk, dat is al mooi. Kijk, en? Ja, want ik heb een rechte kade nodig waar ik... Dus het handigste is voor mij om zou hier... Zouden we hem er niet zo overheen kunnen wippen? Met mij erin? Gewoon proberen. Nee, dat is echt niet realistisch. Nee, ik heb dit vaak mee. Als u hem daar zo trekt, dat hij goed er tegen... Ja, en ook weer niet te hard, merk ik. Kijk. Ja. Ik heb wel natte sokken nu, maar... Dat is het ergste niet. Lepa. Ik hou hem vast. Leg die schoenen, ja, ik wil zeggen, leg die schoenen maar aan het eerst. Ja, je bent er al. Yes. Nog even. Zo. Oh ja, dat is makkelijk. Dat is makkelijk. Zou ik deze heel even op de kant. Nou, kan ik er weer in. Waar zou die brandnemen, dat tegen? Ja. En dan laag.
hem nou iets naar voren. Oh ja, die kramp. Ja, wacht maar. Doe ik zo rekken. Ja, hij ligt los. Ja, hij ligt los. Mooi, en ik lig vast. Ja. Nee. Ja. Heb je hem? Zeker, dank u. In de peddel. Nou. Mooi. Hier komt wel weer een prachtig stukje tussen het riet door. Ik ben nu ergens tussen Nijmegen en Arnhem. En het zijn de laatste... Ik denk dat ik nog 7 of 8 kilometer moet. En straks krijgen we het prachtige kasteel Doornenburg. Nou, ik ben hier op een... Meer prachtig stuk van de Linge gekomen. Oh, het is allemaal prachtig, maar goed. Ik heb behoorlijk meewind, dat scheelt. Cornel is naar zijn auto aan het lopen en die komt dan zo een stukje verderop weer erbij. Maar ik denk niet in die ene boot, want die, daar moet dus naar gekeken worden wat daar mis mee is. En meneer Den Hertog, als ik zijn achternaam goed zeg, volgens mij wel... Den Hertog, die moest weer naar huis. Dus dat is hem toch niet gelukt om helemaal tot het eind. De privéomstandigheden dwongen hem daartoe. Dus ik vaar nu weer een klein stukje alleen. Dat geeft me de kans om kilometers te maken. En ik wil jullie nog eenmaal attenderen op het goede doel dat aan deze tocht gekoppeld is. Onderdak voor een christelijke gemeente in Jordanië. Mocht je er geld voor over hebben, laat het dan achter via de link in de beschrijving. En dan ga ik nu weer heel snel doorvaren, want er staan allemaal mensen op me te wachten bij kasteel Doornenburg. En dat is nog 3 kilometer ongeveer hier vandaan. Hier is echt een soort zonskracht voor nodig, die ik niet echt meer bezit op dit moment, maar hij moet eruit. Nou, het is vrijdagmiddag 4:15 en de kano ligt daar. Alleen dit hier is enorm glad. Ik ben daar net al bijna uitgegleden. Maar goed, ik krijg hulp van van Cornel en de man van een collega. Arend heet hij. Ontzettend fijn dat zij eraan komen. RD Look. Het is een speciaal vulkaan dat al die stevige hier zo. Ja, meestal zit er wel één. Ja. Is dit de laatste hindernis die je hebt? Ik mag het hopen. Want ik heb al 3 keer gezegd, nou dit zal wel de laatste zijn. Oh, ja. Dat is toch eigenwijs, ik denk ik wil erbij zijn. Ja. Je bent er! Yes! Hoe was dat? Nou, zo ongeveer. Ja, nee. Ik heb een bosje bloemen verdiend, Chris. Ja, dankjewel. Nee, ik herinner me dat ik 2 jaar geleden na die bakfietstocht zei... Het was heel mooi. En maar ik zou het niet nog een keer doen. Daar hebben we ook dit verzonnen. Dit geldt ongeveer ook voor deze keer. Hé, jongens, ik ga eruit. Ja.
Ik zal wel even een beetje evenwicht houden. Ja. Yeah. Zo. Dan zie je hoe lang je bent. Ik ga even gewoon plat liggen zo. Oh. Een half uurtje kom wel even terug, hè, Chris. Ja, is goed.